Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van IMTV. Ik ben Dina en ik neem je de komende half uur mee in de wereld van IMTV.nl. 10 mediastudenten runnen deze community en maken video's, foto's en blogs over Amsterdam. Deze week onder andere aandacht voor Occupy. We hebben een zangtalent van het ROC van Amsterdam. Oog Groningen, Sam Trompert. Met deze uitermate zonnige poolparty is de donderdag alweer ten einde gekomen. Dan kijken we even naar morgen, vrijdag, de allerlaatste keidag alweer van deze schitterende week. Het eindfeest in Martini Plaza. En daarvoor vindt een voorlichting plaats, Fatal Attraction geheten in de Pathé, over seks, drugs en rock'n'roll. Tot morgen. WLS uit Midden-Delfland, Didem Keles. Aflevering van Summerjob ga ik op bezoek bij onze helden. Ik mag namelijk een dag meelopen als een redder. En dat doe ik natuurlijk bij de reddingsbrigade. Heb er zin in. Ik denk dat dat niet gelijk is. Hey. Hey! Tom! Didem! Ja, klopt! Hoi! Hallo! De jury heeft besloten om in deze categorie 2 prijzen uit te reiken. De winnaars van de lokale Omroep Award presentatietalent zijn... John Hilbrands van Meer Rijnland. Hey! Hey! IMTV. Hey! Woehoe! Hoe vet. Kom maar met de bloemen. En ik geloof dat John hier niet bij kon zijn, maar 2 vertegenwoordigers, managers kan ik me voorstellen van John, die nemen de prijs in ontvangst. En ondertussen vraag ik Fleur Wallenburg van 3FM NOS Headlines erbij om het een en ander te vertellen. We zijn met John aan bellen nu, want John zit in Ibiza, hij is een beetje knallen daar. Ja, laat de telefoon maar even komen. Ondertussen, Fleur, is het woord voor jou. Oké, okay, nou dan wachten we daar gewoon even op. Mag ik de manager pas wel even, want het is even hier te veel in mijn handen. Dilem, van harte, ik zag je net eventjes, volgens mij schrok je een beetje. Ja, best wel. Niet verwacht sowieso. Ik wist niet dat het opgesplitst werd in radio en tv. En dat, oké, als het allemaal bij elkaar is, dan wordt het moeilijk misschien. Oh, oké. Okay. Aha, dus je zat hier maar wel mooi aangekleed. Hoe oud ben je? Ik ben deze week 22 geworden. En hoe lang ben je al bezig met presenteren? Sinds eind 2010. Nog niet zo heel erg lang, dus. Ja, dat ga ik meteen even een quote uit het juryrapport doen. Presentatrice Dilem spat van het scherm. Ze heeft een enorme persoonlijkheid. Je blijft kijken en wilt graag weten wat er verder nog komt. De jury is van haar onder de indruk. Dilem kan heel veel bereiken, zeker met goede begeleiding. Goed. Kijk. Hallo, ja wacht. Jon! Ja, hier krijg je Fleur. Hi Jon, met Fleur. Goeiedag. Waar ben je nou man? Ja, ik zit op een tropisch eiland. Ja. wat jij wil hoor. Volgens mij is het hier leuker. Ik ga even voorlezen wat de jury over jou heeft geschreven. John Hilbrands is een groot radiotalent. In de korte tijd dat hij bij de radio zit, heeft hij zich heel goed ontwikkeld. Zijn presentatie heeft een lekkere flow en sympathieke uitstraling. Hij klinkt natuurlijk, maar ook bijna als een professional. En hij weet wat hij doet, schakelt makkelijk, kan goed interviewen. En het programma krijgt kleur daardoor. Ja, en het is een echte DJ, want hij doet de helft van het jaar helemaal niks en ligt op zijn regen op het strand. Inderdaad. John? Ja, dat laat ons zo begint, maar... Nee, we vinden je allemaal lief en knap en mooi. Ik vroeg me af of je hier nog iets op te zeggen had. Dat ik heel erg trots ben, dat ik het super cool vind dat ik gewoon heb, dat ik nu heel hard aan het balen ben dat ik niet daar ben. En terecht. Geniet er nog van, John.
Ja, dankjewel. Ik drink er eentje op je. Sorry? We gaan proosten op je straks. Ja, heel goed. Kijk, dankjewel. Ja, John, dankjewel. We maken een fotootje met de telefoon erbij. Ga je erbij voor nu? Dan moet je ook samen met hun op de foto. Even groeperen, jongens. En John is in gedachten bij ons. In 3, in 2, in 1. Dylan en John! Woo! Ga lekker zitten, jongens. Oh, er komt nog een solofoto, hartstikke goed. En ondertussen, dames en heren, is de voice-over Fleur eventjes in de koelkast.